Als ik zin heb in Kapsalon, ga ik naar La Viva. Het is een schaamte dat het nu niet kan. Het limiteert je opties. Heeft u gehoord dat er een brand is geweest hier bij La Viva? Ja, ik heb het vanochtend meegekregen toen ik naar mijn werk ging. Ik had de collega's het al over. En ja, het was natuurlijk ook in het nieuws geweest. Ik bedoel, de grondlegger van de Kapsalon. De Rotterdamse uitvinding. En iedereen heeft het erover. Zeg maar. Het houdt de Rotterdammers bezig. Ik heb er niets van gehoord, maar ik heb het wel gelezen op mijn telefoon en in de krant. Sirenes in de straat horen rijden en zo, want wij wonen op de grote weg. Maar ik wist inderdaad niet dat er brand uitgebroken was, maar het zou wel wat doen met de mensen die dagelijks daar komen inderdaad. Ik weet niet wat de consequenties van de brand zijn. Ik weet niet in welke mate het hen limiteert om verder te gaan zoals ze dat doen. Maar ik vind het, dat is vervelend om te horen. Precies, en wat betekent de brand dan voor de straat? Ja, ik denk dat dit toch wel een beetje de straat hier in Schiedamse wel een beetje een icoon verliest hoor. Ik bedoel, de Kapsalon, dat is toch wel hier uitgevonden. Veel Rotterdammers ook hier in West zijn toch wel trots op. Er was een kapper, Rotterdamse kapper, die kwam bij La Viva en die vroeg altijd om een bakje met alles erin. Dus alle elementen van wat later de Kapsalon werd. En dat heeft hij zo vaak gedaan op zo'n regelmatige basis dat op een gegeven moment zijn ze dit gerecht, deze bestelling, op de menukaart gaan zetten met de naam De Kapsalon. En zo is het ontstaan. En nu door heel Nederland en ook in Duitsland trouwens heb je De Kapsalon. En ik wou er zelf ook graag een kapsalonnetje binnenkort gaan eten. Dat ik tegen iedereen kon zeggen dat ik hier gegeten heb. Maar ja, helaas denk ik dat ik dat even zout moet gaan stellen als ik dit zo hoor.